Morgen is het weer zover. De Challenge Almere Amsterdam. De roemruchte triathlon die voor de 37e keer wordt gehouden. En in Almere op de Esplanade is onze sportverslaggever Florian van Veldhoven. Florian, zoals elk jaar staat die triathlon weer op het programma. Maar dit jaar is er iets extra's bij, toch? Ja, klopt. Want dit jaar geldt de Almere Amsterdam Challenge ook als Europese kampioenschap. Dat gebeurde wel eens vaker hoor, in de historie, zoals in 2014 en in 2017. Maar het is de organisatie opnieuw gelukt om het EK naar Almere te halen. Ja, dus een EK. Voor de rest verandert er niet zo heel veel hoor. Gewoon weer de long distance. 3,8 kilometer zwemmen. Dat doen ze morgen om 7:10 al. Vervolgens 180 kilometer fietsen. En vervolgens nog een hele marathon lopen. Ruim 42 kilometer. Ja, dat is niet iets wat ik doe. Misschien jij wel, Arnoud, maar dat is geen kattenpis. Zeker niet. Alleen bij het kijken al word ik moe. Grote vraag is dan wel, voor die long distance, wie zijn de favorieten? Bij de mannen is dat de Deen Christian Hogenhaug. Hij won in juli al de Ironman in Hamburg. Hij is dus bij de mannen de favoriet. Bij de vrouwen is het vooral Yvonne van Vlerken. 40 jaar, won al 3 keer de Almere Amsterdam Challenge in 2007... 2017 en ook vorig jaar, heeft het parcoursrecord in handen en is de torenhoge favoriet. Maar vorige week zei ze ineens bij de persconferentie, best wel verrassend, ik stop met de lange afstand. Die Almere Amsterdam Challenge morgen is mijn laatste wedstrijd bij de lange afstand. Dus mocht Yvonne van Vlerken morgen winnen, dan is dat wel een afscheid in stijl. Ja, maar dat is morgen pas. Almere is al eventjes bezig hè, met de challenge. Ja, het begint steeds meer een triathlonweek te worden. Bijvoorbeeld de scholieren triathlon. Normaal gesproken werd die op de vrijdag gehouden, nu op de donderdag. En vandaag was het de beurt aan de No Limit Challenge. Dat is een sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. Die gaan 20 minuten zwemmen, vervolgens 25 kilometer fietsen en 6,5 kilometer lopen. En de deelnemers die genoten met volle teugen. Zwemmen gaat goed, dan gaan we vanmiddag gaan we fietsen, lopen. Gaan we een challenge doen en gaan we de finish halen. Ja, weet je dat zeker? Ja, we hebben heel zeker. Ja, hoe weet je dat zo zeker dan? Heel zeker. Ja, maar hoe weet je dat zo zeker? Heel zeker. Ik vind ze helemaal hartstikke goed gaan. Ja, nu moet je een hele dag sporten. Dat is wel heel lang, hè? Ja, heel lang dat wel. Want ik moet zwemmen en vissen en wandelen. Ga je dat redden? Ja, dat kan ik wel zeker. Hoe weet je dat zo zeker? Zeker. Succes, jongen. Dankjewel. Ja, die gaat zeker lukken. Ja, zeker. Waarom ben je er zo zeker van dan? Ja, andere, ook met dit evenement heb ik ook meegedaan. Nou, het is 5 keer, 6 keer denk ik. Ja, ik weet het al, denk ik gewoon, dit ga ik gewoon gaan afleggen. Kijk, en met een schouderklopje erbij, dan gaat het helemaal lukken. Ja, dat zeker weten, ja. Als Rick van Tilburg, als je kijkt in de ogen van de deelnemers die net het water in zijn gegaan om 8:30, ja, wat kun je dan zeggen? Ja, daar word je ongelooflijk blij van. En de deelnemers die om 8:30 het water in zijn gegaan, die hebben allemaal een beperking. Zijn via triaren super cool en ook via de No Limit, dus ze komen vanuit alle delen ook. Niet alleen Almere, maar ook Lelystad en volgens mij de Noordoostpolder. En die zijn zo blij, dat is zo leuk om te zien.